Met E.B. Jones spraken wij over de heftige DNA-vergadering en waar men het met name heeft gehad over de wisselkoers. En ook nog de benzineprijzen die een enorme vlucht heeft genomen. Deze vergadering die is er geruime tijd uitgeschreven omdat de vaste commissies financiën en staatsschuld dan met verschillende stakeholders heeft gesproken. We voeren nu naar het volgende vraaggesprek welke wij dan hadden met parlementariër E.B. Jones van de NDP. Die is ingegaan op een aantal zaken. Ik niet ervan overtuigd ben dat ondanks we meer, indien we meer tijd hadden gehad, als dat enige verandering zou brengen. Omdat het uiteindelijk gaat om een regering waarvan we nu al weten dat die regering veel praat, veel zegt, maar niet veel bereikt en veel doet. Waardoor die druk nog steeds op die samenleving zou zijn en die wisselkoers niet omlaag gebracht kan worden. Een van de belangrijkste aspecten, en ik ben blij dat zowel de minister van Financiën als de minister van, en als de president het heeft erkend, is het feit dat vertrouwen van belang is. En dat heb ik continu gezegd en dat ga ik blijven zeggen. Je mag nog zoveel maatregelen treffen. Als men geen vertrouwen heeft in die regering, als men geen vertrouwen heeft in het beleid van die regering, gaat geen enkel maatregel werken. En dat zien we ook, want 28 maart was de president hier, heeft maatregel aangekondigd die 1 april in zou gaan. En het zijn meer repressieve maatregelen. We hebben gezien dat het niet gewerkt heeft, omdat die samenleving geen vertrouwen heeft in die regering. En je ziet juist daartegenover dat die wisselkoers verder is gaan stijgen met alle andere stijgingen die daarmee gepaard gaan. En die regering moet er alles aan doen om die vertrouwen terug te brengen. En dat moet die regering alvast beginnen te doen door te stoppen met het verstrekken van conflicterende of tegenstrijdige informatie aan die samenleving. Aan de ene kant hoor je de president zeggen, onze herstelprogramma is niet iets van IMF, of wat wij zeggen, IMF-programma is niet een programma van IMF, maar het is een homegrown programma. En twee van de onderwerpen daarin is je OMO en aan de andere kant loslaten van de wisselkoers. En aan de andere kant hoor je de minister van Financiën zeggen, hey, IMF heeft een inschattingsfout gemaakt om ons te zeggen om die IMF, om die wisselkoers los te laten. Dus de president zegt dat het een homegrown programma is, de minister van Financiën zegt dat het een instructie is vanuit IMF. Tegelijkertijd, wanneer de minister van Financiën zegt dat IMF een taxatiefout gemaakt heeft, dan impliceert dat IMF eigenlijk het beleid hier in Suriname voert, terwijl met betrekking tot het loslaten van de wisselkoers, de monetaire autoriteit, de minister van Financiën en de centrale bank die daarover zouden moeten beslissen. We hebben gezien wat de regering van Trinidad gedaan heeft met betrekking tot de eis van IMF om de wisselkoers vrij te laten. De regering van Trinidad heeft gezegd, nou dat ga ik niet doen, klaar, punt, uit. Maar ze zijn nog steeds in zee met IMF. Dus deze regering had dat ook kunnen doen, maar dat verhaal wat ze ons al die tijd zeggen, ja maar we hebben geen keuze en dergelijke, is niet waar. We hebben ook begrepen dat OMO iets is van IMF. IMF dicteert wat het beleid in Suriname moet zijn, zonder rekening te houden met die Surinaamse realiteit. Maar zij doen dat vanuit echt een economische strategie waarbij liberalisatie de rode draad is. Maar liberalisatie voor een kleine economie als Suriname is bijna onmogelijk. En het schijnt dat deze regering dat niet begrijpt en niet inziet, of ze zien het in, maar ze willen niets eraan doen. Los daarvan, wat zijn de concrete stappen die de regering treft om die samenleving geloof te laten hebben in eigen munt, eigen SRD? En daarom heb ik ook gezegd, regering, ook al, dit is een nationaal vraagstuk. Als wij, als Suriname, wij moeten erachter staan, wij moeten samen met u achter onze munteenheid staan, wij moeten het samen gaan promoten. Wij moeten samen ervoor zorgen dat het vertrouwen gaat groeien. En het is niet iets van de VAP of iets van de coalitie. Het is van ons allen als Suriname. Dus ik heb het voorstel gedaan. Kom met een programma. Kom met something waarbij influencers, waarbij wij als DNA-leden, waarbij regeringsleden, waarbij belangrijke mensen in die samenleving eigenlijk hype
om vertrouwen te hebben in je munteenheid, waardoor die toevlucht naar het omzetten van je SCD, US dollar zal afnemen of je euro zal afnemen. Dus dat zijn concrete, maar ik hoop dat die regering ze overneemt en dat we daadwerkelijk kunnen gaan naar een daling van de koers. Of tenminste, in eerste instantie stabiliseren en dan dalen. Want vertrouwen heeft ook te maken met andere zaken. En vertrouwen heeft ook te maken met wanneer deze regering, niemand gelooft iets wat die regering zegt. Als die regering A zegt, komt het niet uit, zie je juist het tegenovergestelde. De regering zegt koers gaat van, toen zaten ze in de oppositie, koers gaat lager dan 7 zijn. Benzine gaat, hoeft geen 6 te zijn, maar zal lager zijn. Maar nu zien we dat beide rond de 40 en boven zijn. Ik bedoel, die samenleving heeft er geen vertrouwen meer. En wat we ook zien, wij hebben afgelopen weekend natuurlijk, hoor je, ben je in die keer en je hoort de geluiden, dat er tassen met US dollars worden uitgevoerd naar Guyana via de baktrakroute. En dat brengt ook een schaarste aan US dollar met zich mee. Als het en wie zou zich daaraan schuldig maken? Dus als die informatie correct is, is punt 2. Maar je hoort de geluiden. Dus het is taak van die overheid om daadwerkelijk na te gaan of het juist is. Maar integendeel zou die overheid juist je controlepost op zoldering, op baktrak, waar u weet dat die regering, de president, in hoog persoon is daar naartoe gegaan om het te openen met alle beloftes en dergelijke. Tot de dag van vandaag heb je geen één controle die daar plaatsvindt. Je hebt nog de politie, nog de douane, nog geen enkel autoriteit zit daar. Waardoor die ruimte er wel is voor een dergelijke actie. Maar nogmaals, als het juist is, maar laat die overheid gaan onderzoeken als het correct is. En als het correct is, maatregelen te treffen om te voorkomen dat er een uitstroom is. Wat ook belangrijk is, is dat het van belang is dat die samenleving, althans laat me het correct zeggen, dat die wisselkoers, dat die regering maatregelen treft voor die wisselkoers. Want nu bijvoorbeeld zijn studenten die vanuit Nikeri in Paramaribo wonen om de universiteit te bezoeken, zij werden gisteren geconfronteerd met een 200% verhoging van hun huurtarief. Dus nu moeten die studenten in plaats van 1500, moeten ze nu bijna 4000 zoveel betalen voor verblijf in een internaat. Die ouders kunnen het niet. Ze kunnen het echt niet. Dus die studenten worden nu onder druk gezet, want midden in het schooljaar krijg je zoiets. Wat moet je doen? 2 dingen. Of je betaalt het, of je hakt af. En die kinderen zitten op de universiteit. Ik bedoel, die regering treft geen enkel maatregelen om deze mensen, deze studenten, deze jonge Nigerianen op te vangen. Er zijn mensen in Nigeria, zogenaamd een project, men noemt het Kalu-project in Nigeria, waarbij een project de Waterloo, waarbij mensen voorheen een huis hebben gekocht. Ze betalen het in US dollar, elke maand lossen ze af. En wat krijg je nu? Nu moeten ze het tegendeel in SRD betalen. En het tegendeel in SRD conform deze koers, dan snap je wat er gebeurt. Dit is manomanyang. Dus nu moeten mensen een keuze maken. Moet ik dakloos zijn of moet ik minder eten? Minder eten. Dat is die keuze die mensen moeten maken. En dan nog zie je de projectontwikkelaars. En ik zal maar niet aangeven dat ze ook gelieerd zijn aan die regering. De projectontwikkelaars die samenleving in die keer die afpers. Geen rekening houdt met de mensen. En nu de mensen dreigen om vervolgens een hypotheek op te schaffen of het contract op te zeggen. Ik bedoel, natuurlijk begrijp je dat zaken anders zijn. Maar kom die mensen tegemoet. Jouw beleid zorgt ervoor, door die verhoogde wisselkoers, zorgt ervoor dat mensen hopeloos worden. Of moet je keuze maken, ga ik naar school of ga ik eten op tafel zetten? Je maakt de keuze of ga ik een dak boven mijn hoofd houden of ga ik eten? Dus je bent continu bezig keuzes te maken van zaken die noodzakelijk zijn voor je ontwikkeling. En dat is wat wij in ieder geval niet verder kunnen accepteren. En die samenleving moet duidelijk hun stem laten horen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden binnen de wet
om je stem te laten horen. Maar wij als DNA-leden moeten namens die samenleving kracht bij de noden van die samenleving zetten, zodat het doordringt bij die overheid. Want het dringt niet door. Het lijkt adjust tikkie brokkie naar een regering die CSI. Want die nee Archie. Dus hij geeft niet echt veel hoop. Hoop in die zin dat die situatie zal veranderen. En waar men geen geloof had tijdens de vorige regering in een valutawet of een bankwet, zien we dat deze regering er nu wel veel waarde aan hecht? Ik weet niet als die regering veel waarde aan hecht. Wat die regering wel doet, je ziet dat die regering elementen vanuit je valutawet van toen eigenlijk gebruikt nu. Met de bedoeling om de koers te beteugelen. Ik weet nu, vandaag bijvoorbeeld heeft de NDP-fractie samen met de BED-fractie je oude valutawet aangepast aan de hedendaagse realiteit ingediend als initiatiefvoorstel. Dus laten we kijken wat die regering doet. Maar dit is wat ik bedoel met misleidende informatie verstrekken aan die samenleving op basis van politiek gewin. Want had je toen in 2019, neem ik aan, toen die valutawet werd aangenomen, had je het niet bevochten, was het nu ten voordele van die totale samenleving. En waarbij jouw regering nu tool had om mee te werken. Maar je torpedeert Hassani alleen omdat je politiek wilde scoren. Je hebt je zin gehad, je zit nu in de regering. Maar je laat die koers van 7, van 8 gaan naar 40 zoveel. Dat betekent dat je niet goed bezig bent. Hetzelfde gedrag hebben we gezien met het steeds weer neerhalen van Suriname in het buitenland door deze regering toen ze nog in de oppositie waren. Nu moeten zij gaan dealen met het buitenland en je ziet wat het gevolg is. Hetzelfde typeren Suriname als de zijn narco-staat door deze regering toen ze in de oppositie waren. Wat voor etiket hebben we nu opgeplakt gekregen? Dat kan gewoon niet. Je mag als nationalist dit land niet zo neerzetten internationaal. En binnenshuis mogen we onze verschillen hebben. Maar daarbuiten zijn we één Suriname. Dan zijn we geen NDP'er of VAP'er of NPS'er of ABAP'er. We zijn één Suriname waarbij we als één natie een duidelijk signaal moeten sturen naar welke mogelijkheden ook. Dat ze niet moeten komen sollen met ons of dat ze niet moeten proberen om onze interne aangelegenheden aan te grijpen om munt te slaan uit die situatie. Dat moeten ze niet doen en dat gaan we niet accepteren. En dan moeten we als één man achter die regering staan, ongeacht welke regering daar staat. Wanneer Guyana opstaat en zegt, je wil ons die 150 visvergunningen niet geven, we gaan een embargo instellen en dergelijke, waarbij onze producten niet naar Guyana, prima, doe je ding. Je bent een soevereine staat, doe je ding. Ook al is het in strijd met het verdrag van Chagoramus, doe je ding. Maar dan moeten wij wel achter die regering staan om een krachtig signaal te sturen dat die hele quarantainerivier afgesloten wordt. Dat geen enkel Guyanees voor onze kust gaat komen vissen. Want wij hebben ook iets waarmee wij kunnen onderhandelen. Ja. En wanneer wij een dergelijke signaal kunnen sturen, een krachtig signaal, dan ga je horen hoe de vogels aan de overkant anders gaan piepen. Maar wanneer wij zitten en die regering doet alsof ze geen ballen hebben en die regering maar als suffert zit, dan gaan landen en mogendheden over je heen lopen. Maar ongeacht, wij moeten die regering ondersteunen wanneer het gaat om die strijd met andere mogendheden die denken een loopje te nemen met onze intelligentie en onze soevereiniteit wil aantasten. Dat moeten we op geen enkele manier door geen enkele regering accepteren.